De apostel Johannes ging gebukt onder exclusiviteitsdenken. Op een dag zei hij tegen Jezus: Meester, we hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdreef. En we hebben hem geprobeerd dat te beletten, omdat hij zich niet bij ons wilde aansluiten. Ja, maar Jezus zei: Belet het hem niet, want iemand die een wonder verricht in mijn naam kan onmogelijk het volgende moment kwaad van mij spreken. En toen zei Jezus, Marcus 9, vers 40, wie niet tegen ons is, is voor ons. Maar Johannes dacht in tegenstellingen. Zij tegenover wij. Maar Jezus doorbrak het exclusiviteitsdenken van Johannes. Want Jezus denkt niet exclusief, maar inclusief. Als we eerlijk zijn, erkennen we dat we ons onderling net zo arrogant en exclusief gedragen hebben als Johannes. Misschien meenden we zelfs dat God dit van ons vroeg. Maar hierdoor hebben we elkaar pijn gedaan en het koninkrijk van God schade toegebracht. Exclusiviteitsdenken heeft het lichaam van Christus en het uitvoeren van de grote opdracht grotere schade toegebracht dan welke andere zonde ook, geloof ik. Het ware kerkdenken heeft zich op allerlei manieren in onze kerken gemanifesteerd en het heeft alleen maar tot scheuringen en splitsingen geleid. Ook ik heb me in het verleden schuldig gemaakt aan een denken in tegenstellingen. Deze manier van denken, spreken en handelen is echter veroordelend, afwijzend, bedreigend. Het zaait verdeeldheid, het maakt scheuringen en leidt tot trots en hoogmoed. Ja, de vijand heeft oneenigheid, tweedracht, partijschappen en machtsstrijd gebruikt om mensen van God en de kerk te isoleren. Iemand heeft eens gezegd dat het leger van God het enige leger lijkt te zijn dat meer op elkaar schiet dan op de vijand. Laten we ons ervan bewust worden dat alleen Jezus, de man zonder zonde, exclusief was en is. Alleen Hij kan zeggen: niemand komt tot de Vader dan door mij. Johannes 14, vers 6. En het is onze opdracht deze exclusieve Jezus zichtbaar te maken in de geest van genade. Nou, lukt het een beetje?